Ja, was je bijna misschien wel de man van de wedstrijd? Ja, zonde dat we hem zo laat nog tegenkrijgen. Ik had het gevoel dat we hem wel over de streep zouden trekken. Maar ja, dan in de laatste minuut maken zij 2-2. Het gaat mis bij een ingooi. Wat zag jij gebeuren? Ja, de hele tijd waren die ingooien gevaarlijk via de zijkant. En ja, ik zag hem, ik weet niet, in een flits kwam hij voorlangs en keek achter me en schoot hij hem binnen. Ja. Zijn jullie dan nog niet dusdanig ver dat je dan zo'n overwinning over de strepen kan trekken? Ja, ik denk dat we juist van de week getraind hebben en ook op volwassenheid, weet je wel. En dan, daarom dacht ik eigenlijk hier thuis dat we die wedstrijd over de streep zouden trekken. Maar goed, je ziet na die 2-0 dat we hem dan gelijk tegenkrijgen. Dan moeten we ook wel niet scherp te houden. En zeker in de laatste minuut mag dit nooit gebeuren. Ja, want ik vond in de tweede helft nog niet dat Sparta kans op kans stapelde. Maar ik had wel het idee van, nou, je weet me nooit. Ze blijven toch wel gevaarlijk met die jongens voorin die altijd een doelpunt kunnen maken. Bijvoorbeeld degene die hem uiteindelijk maakt. Ja, nou, ik denk dat we op basis van de eerste helft verdienen te winnen. Wij spelen, ik denk dat we ze aardig wegspelen en kansen creëren. En de tweede helft hebben we ook een goede fase. Maar op een gegeven moment kwamen we een beetje onder druk en kwamen we niet meer aan voetballen toe. En dan zie je dat je super scherp moet zijn. Want dan, als je eventjes niet scherp bent, dan maakt hij hem af. Dat is doodzonde. Het was jouw eerste basisplaats en dan maak je ook gelijk een doelpunt in je eerste wedstrijd. Vertel eens, wat gebeurde er bij die 2-0? Ja, ik zag Navratil via de rechterkant doorkomen. En ik weet dat hij een goede actie in huis heeft en hij komt me voor. Hij streept hem voorlangs voor de goal en ik kon hem binnenschieten. Ja, dat is een droomdebuut dan. Ja, dat is lekker om een goal te maken. Dat is lekker, maar ik had gehoopt dat het 3 punten op zou leveren. Vervolgens dan heb jij gescoord, dan komt er een gifje op het scherm te staan. En dan zien we jou en dan heb je een schaal in je handen. En dan mag je kiezen tussen een Zeeuwse bolus of een Deventer koek. En dan kies je voor de Zeeuwse bolus. Is dat iets waar je lang over hebt nagedacht? Ja, dat was inderdaad wel een grapje hier zo. Maar uiteindelijk kies ik toch voor de Zeeuwse bolus dan. Ja. Omdat ik dat gewoon lekker vind. Ja, je hebt ze meegenomen, hè? Ik heb ze meegenomen. Dus, ja, volgens mij liggen ze hier. Ja. Ze liggen hier beneden. Dat klopt. Dus, je zou ze trakteren voor het hele stadion bij je eerste basisdebuut, maar dat was nog iets te veel? Ja, dat was inderdaad de planning, maar het was iets te kort dag. Dus die houden ze te goed voor mij. Ja, want even voor de mensen die het niet weten, jouw vader is bakker, hè? En die heeft een goede handel in de Zeeuwse bolus. Ja, dat klopt. Wij maken Zeeuwse bolus en daar zijn we, die leveren we landelijk. En daar zijn we, dat is onze specialiteit. Dus ik wil ze graag hier in Deventer ook trakteren daarop. Heb je ze nog wel getrakteerd nu in de kleedkamer of had je daar geen zin meer in na die 2-2? Ja, ik had ze meegenomen voor de jongens, dus die kunnen ze wel nemen. Maar hij had natuurlijk nog lekkerder gesmaakt met 3 punten.